Deze prachtige man is hier steen aan het hakken. Hij is hier zo hard steen aan het hakken. Je kan ook mee helpen met steen hakken. Deze man is steen aan het hakken. Het is een Afrikaanse man, maar we helpen hem niet, want wij zijn aan het filmen. Deze man is hard steen aan het hakken voor zijn kinderen. Dat is zijn kinderen een broodje per jaar dat kunnen betalen. Steun deze man nu met 4 euro per maand. Dat deze man gaat stoppen met brood eten. En gewoon... gaat stoppen met steen hakken. En gewoon kinderen, bij zijn kinderen kan zijn. Of je kan bij de Big Mac deze euroknaller 4 keer halen voor 4 euro. En hij heeft er meer per maand. 1 Big Mac. 1 Big Mac. Welkom bij deze insanely nieuwe video. Als je op deze video hebt geklikt, zal ik ook je 1 ding vertellen. Deze begrast en bebladerde man komt 3 uur s'nachts jouw kamer binnenlopen om jou te f***en. Een man is nu getaskt met iets fucking raars. Man moet straks waarschijnlijk onder de huizen langs zodat deze video dan viraal gaat. Oh man, het is hier zo donker. Nee, het is hier niet donker. Kijk, daar loopt Steven. Zie je hem? Oh, ik durf hier nu echt niet naar beneden, man. Ik ga naar beneden. Er is hier niks, man. Er is letterlijk niks. Ja, het is misschien wel een beetje zwart, maar... Hoezo durf je hier niet te zijn? Gast, ik hoor net een of ander gaar geluid, jongen. Ja, Adonis is level up! Maar wat voor gaar geluid hoorde je dan? Wacht, hè? Wat is er? Gino, Adonis heeft nog maar 900 gewicht. Huh, wat? Adonis heeft nog maar 900 gewicht. Ja, dat betekent dat ik alle spullen in de Adonis kan steken. Nee, dus het duwt gewoon in de kisten. Welke kisten? Dat gaat toch ook gewicht omhoog brengen? Ja, maar Adonis heeft nog maar 900 gewicht. Ik weet ook niet hoe. Oké. Ga van de kant, Davy. Oh, je zit ook alweer vast. Ja, echt serieus. Cirkelzaag, ga je echt wel opmoorden. Oh ja, cirkelzaag, beter ga je nu aan de kant. Het hoekje echt te plekken. Ik ga even van Drilburg voor de zadel. Echt, cirkelzaag, zeur het echt, man. Echt, nee, serieus. Besef dat eigenlijk al deze beesten gewoon ergens een familie hadden, hè. En we hebben ze gewoon met wat slaan en ergens te schieten. Cirkelzaag zit een beetje te vol, volgens mij. Like a give a shit. Maar besef dat ze allemaal gewoon vrienden en families hebben. En we hebben ze gewoon met wat pijlen of wat slaan hebben ze gewoon afgenomen van hun familie. Gewoon omgekocht met wat fruit. Nou, kan ik er eindelijk langs of? Hij wil niet lopen. Ach, ik heb wat shit in deze kisten daar. De metalen pickaxe ook al gebroken. Oh man. Ja, Zoe heeft echt letterlijk niks, geen moeite gehad alles eruit te halen. Wacht, wel, dus jij wilt zeggen dat er nu niks bij Adonis bij gaat? Nee, bij de cirkelzaag heb je toch helemaal leeg gehaald? Nee. Ik wou net zeggen, maar je had toch wel spullen uit hem gehaald? Ja, maar we moeten meer uit hem halen. Ik ga even wat meer uit hem halen. Er is heel veel bijgekomen. Ja, ik heb nu wel lekker leeg. Je moet er geen shit bij bouwen. Er zitten schoenen in, Adonis. Nee, schoenen in deze chappie hier zo. Waar zijn die schoenen in gebleven? Hier zo, ja, die kan ik aantrekken. Jojo. Iedereen gaat er zo op. Oh, daar is hier een dodo. Oh, meneer. Level 561. Wat? Een dodo op level 561. Nah. Instant gekild. En ligt hier wat op de grond. Huh? Ja, dat is mijn anus. Oké, maar nu hebben we een Schmitty hier zo. Daar kunnen we even shit in bouwen. Nu hebben we ons oude beest op Adonis. Nu is Adonis gewoon een machine geworden. Machine, Adonis. We gaan weer verder rijden. Ja, ik ga even wat water drinken. Nou, loop maar verder. Het werkt. Ja, dat zou niet werken. Sterker nog. Waarschijnlijk kan één iemand gewoon even... Mee. Oh, niet. wacht, mag ik eens even wat proberen? Nee. Ja, ik wil even kijken hoe snel die is door het water heen. Ja. Doe ze R2. Nee, R3 bedoel ik. Of nee, L3. Oh, ik kan ook nog rennen, hoor. Dan zijn we iets sneller. Nou, als we nu even gaan zwemmen. Oh, joh. Hij gaat echt snel, hè? Oh. Wat? Hij gaat opeens heel erg onder water. Ja, rustig aan. Oh, oké. Okay. Hij is gewoon aan het zwemmen. Had hij dit nog ook overleefd, dat dit nog ook blijft staan. Nee, maar eerlijk, cool hè? Ja, vet cool man. Alleen ik wil een soort van steen hakken, zodat wij op een gegeven moment gewoon een uitkijkpuntje daarboven kunnen maken ofzo. Hey, we worden aangevallen. Even slaan. Sweep? Ja, dat is een ander ding. Huh? Anders even gewoon door. Oh. Oh, is hij dood of? Ja, gewoon even het land op. Oh. Een notering voor je wat dood maken. Ik zie echt in die chat. Adonis kunt dit, Adonis kunt dat. Ik ga later even wat steen uit, hè. Voor de muur, hè. Dan gaan we naar beneden. Even wat steen gehakt. Nee, dat kan hij niet. Hij kan wel hout hakken. Maar gewoon even wat steen voor de muren, zodat we even
Ja, even een dakje kunnen maken ofzo. Ah ja, daar heb je wel gelijk in. Daar kunnen we eigenlijk gewoon... Een alpha high of zoiets? Ik heb echt geen idee. Want er zat wel echt al die gekke alpha sparkles om zich heen. Maar ja, het kan best zijn dat de alpha high was hoor. Oh ja, dan is hij best wel slecht in de bron te killen. Ja, maar Adonis is even 80 keer zo sterk, hè? Ja. Wat hij maar 80 keer beter moeten zijn. Precies. Even kijken, wat willen we nog meer in onze base hebben? Sowieso zo'n mortal en mortar en pestel. Gino, kun je geen ding in mijn hoofd schieten graag? Nee, deze doe je vinger heen. Kijk, dit okay. Is je hoofd. Gast, doe niet. Ik heb ze nu bijna in je ogen geschoten. Oh nee, die alleen niet zo heel erg. Gino, even niet in mijn hoofd schieten. Gast. Ja, nu zit ze bijna in je oog. De ultieme. Ah ja, hier zo. Ik kan er gewoon eentje maken. Oké. Okay. Een paar pijlen denk je, joh. Zit er maar. Gast. Een waanzinnige dodo. Hey joh, ik ga een dodo temmen. Ze kwamen allemaal deze kant op lopen. Oh, het is hier nu al een stuk leger gelijk. Handig. Wacht, wat? Je hebt een dodo. Ja, nog een dodo, jongen. Huppakee, dodo leger. Oké, hoe gaan we hem noemen? Waarom... Ah, gelijk 95,2% getemd. Hoe zal ik hem noemen? Weet ik veel. Naomi. Nee. Ik wil een leuke naam geven. Oké, nog één getemd. Ik weet niet welk level die is, maar komt goed. Level 4! Holy shit. Ja, dit wordt hem. Ja, gelijk getemd. Kijk, hoe craften wij een fabricator? Crafting requirements. Okay. Cementing paste, 20 keer. Waar hadden we kristal vandaan? Mijn kont gehad. Hier, kijk, dit is sexy dodo. Naomi. Even kijken. Wat zeg ik nou? Dat jij fucking stil moet blijven gaan staan. Dat betekent toch niet dat jij door mag gaan lopen? Waar de fuck zit er een cave? We gaan eventjes kijken. Kijk, als dodootje Naomi daar nog beneden ergens staat. Dat was trouwens jouw idee. Wat als ik deze sexy man even uit over het randje heen joepel? Oké. Dit hoeft allemaal niet. Het is een nieuwe sport genaamd dodo werpen. Werp jij hem van de ene kant naar de andere kant over de reding. Oké, kristal vinden we veel niet waar wij zijn. Ik daar naartoe moest gaan. Waar? Ik blijf daar fucking staan. Godverdomme teer. Oké, in het ijsgebied en rechts van ons. We moeten rechtdoor. Huh. Oh, man. Shit. Dodo van boord. Dodo van boord. Sexy dodo staat hier. Ik moet sowieso nog even wat cementing paste gaan maken. Oeh, bijna dodo overboord. In wat gaan we Naomi upgraden? Food, denk ik. Ja. Oh, food is maar 517,4. Nu 569,1. Een sexy dodo die moeten we upgraden in looks. Er zit hier ook gewoon steen in. Hoeveel zit Adonis trouwens? Een verandering. Adonis is pittig. Zit man. Adonis is te zwaar. Yo, Gert is al level 101. Dan zullen Adonis even wat verlichten. Ja, ze blijven ons zo met dit doen. Daarna zullen we even... Ik ben trouwens even elke aan het upgraden. Ja, dat is oké. Ik zit even te zoeken of er nog ergens van cementing paste, dat soort shit in zit. In cirkelzaag moet er toch iets van keratin of nee, dat... Nee. Sorry, helaas niet. Drillbord dan iets van... Ah ja, hier zit wat detering. Ik ga de zee in. Ga weg van jullie. Ik verdrink nu al, maar ik ga weer terug. Maar er zit hier ergens kristal. Waar ben jij nu? Ben je boven, op Adonis. Oh, holy shit, what the fuck was dat? Was dat Adonis die één stap zette? Adonis. Echt geen idee. Nee, dodo. Een beetje het bos op rennen. Ja, maar... Kom, we gaan even kijken voor het kristal. Ja, maar waar ben jij dan? Ja, kom, even de andere kant op. Terug naar Adonis. Terug naar Adonis. De kristal zit hier. T-Rex op mij afkomt rennen. Ja, er zat hier dus wel een T-Rex vorige keer. Oh, vandaar. Dankjewel dat je dat nu pas zegt. Had zo eens even op mijn kont kunnen kijken. Hier staat onze raft ook. Nee, onze raft. Hebben we deze net gemaakt? Nee, die was nog van vorige keer, maar is dit... Nee, dit is geen kristal. Waar de fuck is kristal? Zit een beetje hier zo. Waar ben jij? En dan... Ik ben gewoon even wat verder gelopen. Wat verder gelopen? We zitten gelijk aan de andere kant van het eiland. Bro, een beetje verder gelopen. Oh, dat zie je even meer later. Ja, nu moet ik helemaal weer terug gaan. Ik ben er al. Ja, ik zie echt helemaal niks. We lopen wel een beetje... Als het goed is zit er ook op het land... Zit er wat... Hoe ren jij? Lage FPS run. Helemaal mooi. Dan moet je ergens... Je poept twee keer per keer.
Ik heb beide poepjes van je opgepakt. Er moet je ergens kristal zitten, maar ik heb echt geen idee waar. Hoe meer we in het bos gaan, hoe onveiliger het is. Ja, maar dat is juist waar ik kristal zit. Waar ben je? Ik weet dat je deze richting op bent. Ik zoek me echt weer helemaal naar tering. Maar ik ben wel een beetje kwijtgeraakt. Ja, Gino wel. Slime is lopen. Ik zeg maar, laten we een beetje bij het strand blijven. Dan worden we niet opgegeten door T-Rexen. Wat doet bro? Zit even ergens midden in het bos. Sorry. Ja, ik weet niet hoe kristal. Ik weet niet hoe kristal eruit ziet. Zou het op zoek als ik jou was. Precies de identieke weg dat jij loopt. Ik denk dat dit kristal is. Wat? Dit. Gast. Ik zou het testen. Deze prachtige man is hier steen aan het hakken. Hij is zo hard steen aan het hakken. Je kan ook meehelpen met steen hakken. Deze man is steen aan het hakken. Dit is een Afrikaanse man, maar we helpen hem niet, want wij zijn aan het filmen. Deze man is hartstikke in het hart voor zijn kinderen. Zodat zijn kinderen een broodje per jaar kunnen betalen. Steun deze man nu met 4 euro per maand. Zodat deze man gaat stoppen met brood eten. En gewoon... gaat stoppen met steenhakken. En gewoon bij zijn kinderen kan zijn. Of je kan bij de Big Mac deze euro knaller 4 keer halen voor 4 euro. En hij heeft er meer per maand. 1 Big Mac. 1 Big Mac. Ik ga het bos in kijken ergens. Ja, het zou dus ook... Hey, explore note. Huh? Oh, wacht, ik kom naar je toe. Wow. Houd je back, meneer. En nu gaat deze dus nu het kakelen. Oh, what the fuck? Er zit hier ook in een of andere ruwend iets of zo. Waar? Hier is een explore note. Ja, in deze gepakt. Ja, dit is de bedoeling. En nu gaat deze gozer date praten, dat is zo inderdaad. David, ben je alweer in range? Ja, ik zit hier beneden. Oh, kut. Kut. Ik ben weer het water in gesprongen. Nee, ik ben het water in gerend. Ja, ik ben ook het water in... Ja, maar bij mij was het een iets ander verhaal dan gesprongen. Ik spring er namelijk van een klif... Nou, ik liep van een klif af en toen realiseerde ik pas van... dat is best wel een hoge klif. Dat het zo zeg, ik heb nog maar echt 50 helft over. Oh ja. Hij gaat er nu heen. Kijk, waar de fuck gaat hij heen? Hij gaat ergens rennen met bos in. Hij gaat op een gegeven moment ergens het bos in ofzo. Oké. Hij gaat hier. Hij is ergens. Laat hem maar gaan. Ja, ik weet niet of hij nog bepaalde coördinaten gaat laten zien ofzo. Zo. Dat was even de nitro boost. En hier zo hebben we dat ene. Dinges. Dit lijkt erop. Nu moeten we waarschijnlijk met deze kant op. Hier zo kristal vinden. Beetje hinderlijk, want hij laat de exacte locatie niet zien. Oké, een vliegende boom. Oh, Gino. Daar kom ik aan. Ik sprong hier ook maar wel in. Mij herken ik dit gebied wel een beetje. Ik niet. Een haai op ons afzwemmen. Nee, serieus? Nee, natuurlijk niet. anders zou ik jou tegen jou eigenlijk zeggen, Davy, ik zou opschieten met zwemmen. Oké. Davy, ik zou een beetje gas om te lossen geven. Volgens mij, als je dan op een gegeven moment gewoon hier zo... Oh god, niet die dingen. Dit zijn voor lieve beestjes. Oh, er zijn er gelijk 50.000. Op de ingang, je moet ergens hier zo zitten. Oh, er is een aapje. Nog wat? Er is een aapje. Oh shit! Dat was een alfa. Waar ben jij? Oh ja. Sorry voor mijn Afrikaanse ziekte lach. Even kijken. Mensen, dan zeg ik toch. Fuck. Nou, mensen, dan zeg ik toch even. Like. Ik zie daar een. Ik ga het dieren op. Like, sub, lik de boom daar en. Tot later. Mm-hmm.